Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering behartigt belangen Suriname op klimaatconferentie. Watertarieven SWM worden per 1 november aangepast. 50% vaccinatiedekking gehaald. Misinformatie nekt bereidwilligheid. President Santokki installeert Raad Internationale Sancties. Ministerie van AWJ werkt aan nieuw jeugdbeleid. Wanneer op zondag 31 november in Glasgow, Schotland, de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties van start gaat, is de Surinaamse regering aanwezig om de belangen van ons land te behartigen. President Chandrika Persat Santokki is op donderdag 28 oktober aan het hoofd van een Surinaamse delegatie naar deze grootse bijeenkomst vertrokken. Het staatshoofd heeft voor vertrek zijn functie ter waarneming overgedragen aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Voorafgaand aan dit moment heeft president Santokki in een vraaggesprek aangegeven wat het belang is van Surinames deelname aan deze klimaatsummit. Kijkt u met ons mee. Kijk, als je onvoldoende bekend bent met wat de wereld in feite aan beleid wil om het milieu te beschermen en wat die plaats van Suriname daarbij is, dan zullen we het niet begrijpen. En ik denk dat het bijzonder belangrijk is om aan te geven waarom zo'n conferentie belangrijk is. Milieuconferentie, COP26 van de Verenigde Naties en die positie die Suriname inneemt. 1. De temperatuur in de wereld is aan het stijgen. En het stijgt nog steeds. Terwijl we praten hier, stijgt het. En er is een heel plan door de wereld ontwikkeld om die stijging van die temperatuur een halt toe te roepen. Maar bijna niemand hoeft zich eraan. En dat wil zeggen dat tot 2050, 2060 in Suriname de temperatuur met 3 graden gestegen zal zijn. En dat zal heel Paramaribo onder water zijn. Omdat de zeespiegel gaat stijgen. Maar ook omdat Suriname behoort tot de landen met een lage kustlijn. Wat moeten we hier doen? Waar ga je alles doen? We zoomen allemaal aan. Dus de wereld moet samen de maatregelen treffen. De geïndustrialiseerde landen, maar alle andere landen die een zodanige CO2-uitstoot hebben, die bijdragen tot die temperaturenstijging, dat ze allemaal maatregelen treffen om die stijging onder die anderhalve graden te laten zijn. Dat is wat de wereld beslist. Het is niet boven 3. Het moet onder die anderhalf. Dan kan je de aarde beschermen. Dus het eerste wat je moet doen is, laten we samenwerken met die landen die in feite het Amazonebos beheren. Guyana, Brazilië, Frans-Guyana. We hebben daarom heel sterke samenwerking met Guyana. En een van de issues is milieu. Een van de issues is, hoe kunnen we samen optrekken om ons bos te kapitaliseren en daaruit geld te genereren. Maar ook samen met Guyana de belangen van de beide landen sterk gaan behartigen en verdedigen. Want wij zijn plotseling olieproducerende landen geworden. En wij willen daaruit profijt halen voor onze bevolking en daardoor ontwikkeling brengen. Dus je moet samentrekken. En ik roep het volk op om bewuster te worden. Laten we een handje helpen daar, die professor Naipaal die bezig is met die mangroeven aanplanten. Dat wij als regering ook vanuit de overheid alle ondersteuning geven. De particulieren, de bedrijven, de private ondernemingen, NGO's. En ieder moet betrokken raken om te zorgen dat we alles in het land doen. Dat onze kust goed beschermd wordt. Maar tegelijkertijd dat we ook alle ondersteuning krijgen. Hier mag er geen kwestie zijn van oppositie, coalitie. Hier mag geen kwestie zijn van, we zijn niet eens
met olie en gas. Hier moeten we eens zijn met de nationale agenda van Suriname, wat ik net belicht heb. Dat we gaan om maximum profijt te halen uit ons bos. De tarieven bij de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij worden per 1 november 2021 aangepast. Het besluit voor deze aanpassing is genomen tijdens de regeringsraad van woensdag 27 oktober 2021. De huidige tarieven zijn al jaren niet meer op het niveau om de noodzakelijke kosten te dekken. Mede hierdoor zijn ook dringende investeringen voor uitbreiding en onderhoud uitgebleven. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van 18,47 SRD per kubieke meter water, wat gelijk is aan de kostprijs voor de productie per kubieke meter. Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen verschillen van het basistarief. De nieuwe tarieven zullen voor de meeste tariefgroepen verspreid over een periode van 12 kwartalen met ingang van 1 november 2021 gefaseerd worden ingevoerd, totdat in november 2024 het eindtarief is bereikt. Voor de tariefgroepen 40 en 41 is de fasering gesteld op 6 maanden. Bij de nieuwe tarievenstructuur wordt het concept van vastrecht en het staffelmodel verlaten. De waterrekening komt voortaan tot stand op basis van het aantal verbruikte kubieke meter water, vermenigvuldigd met het tarief dat geldt voor die tariefgroep. Het minimaal te betalen bedrag is gesteld op 25 SRD. Via diverse kanalen zal de volledige tariefenstructuur uitgebreid aan de gemeenschap worden aangeboden en nader worden uitgelegd. Hoewel in de afgelopen periode de vaccinatiedekking van 50% van de doelgroeppopulatie is gehaald, is misinformatie nog steeds nekkend voor de bereidwilligheid om te vaccineren. Tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 28 oktober bedankte Sunita Nananpandey Gopisingh van de stuurgroep COVID-communicatie de samenleving voor het gezamenlijk nastreven van het doel. Javier Asin, coördinator van het Nationale Coördinatieteam, roept op misinformatie en delen van onsmakelijke beelden achterwege te laten. Dit zijn de cijfers van de vaccinaties, het vaccinatieprogramma. Zoals gewoonlijk kijken we naar de gedeeltelijk gevaccineerden. We zitten dus nu op 51,24% van de doelgroeppopulatie. En de volledige gevaccineerden, daar zitten we op 40,57%. Dus we hebben inderdaad die 50% gedeeltelijk gevaccineerden gehaald. En we gaan gestadig door. Elke dag is er ergens wel een plekken waar men kan vaccineren. Met name twee grote sites zijn open, POC en het Zorghotel. Ik moet helaas ook zeggen dat ik slecht nieuws heb. In die zin dat ik bijzonder, maar dan ook echt bijzonder ontstemd ben over een aantal ontwikkelingen in onze gemeenschap. Ik zal beginnen met het feit dat het nog steeds zo is dat, en daar komen we achter nu we de buurt in gaan, dat onze volksgezondheid in gevaar wordt gebracht door misinformatie en misleiding. En ik zal niet zeggen wie dat doet, want iedereen kan zien op Facebook wie dat doet, tenzij het lafhart zijn die dat onder anonieme titel of valse namen doen. Maar er zijn platforms en er zijn personen die stevast misinformatie en misleiding gebruiken om de bevolking in gijzeling te houden. En ik zeg dat met opzet, omdat uiteindelijk is de enige manier om terug te gaan, of in ieder geval richting het nieuwe normaal te gaan, is om bepaalde risico's uit te bannen. En vaccinatie is daar een belangrijk onderdeel van. En je moet mensen geen verkeerde informatie geven die zich willen beschermen. Dat is een misdaad in mijn ogen. En dat moet stoppen. We hebben een heel oneerlijke verhouding tussen de mensen die volgens officiële weg de informatie moeten geven aan de gemeenschap en mensen die dat op deze lage wijze doen via sociale media, ongecontroleerd en ongestraft, moedwillig mensen misleiden. Waarom het oneerlijk is? Wij moeten ons aan regels houden. Wij moeten ons aan integriteitsregels houden en ethiek.
Wij kunnen niet praten over mensen die overleden zijn. Dus wij kunnen niet zeggen van, als iemand zegt van, ja, al die mensen die dood zijn gegaan, die zijn gevaccineerd en dat komt door het vaccin. Wij kunnen niet zeggen per persoon waar ze aan overleden zijn. Dat is het schenden van privacy. Wij kunnen alleen maar bronnen gebruiken die geverifieerd zijn en die ook op de juiste manier onderzoeksresultaten tonen. Als je kijkt naar wat zogenaamde wetenschappers de wereld in gooien, dat wordt dan onder quasi-wetenschap en dus waarheid gebracht door anderen, ongeverifieerd. Zij kunnen dat vrijelijk doen, ongestraft doen. Ik vind dat dat een keertje moet stoppen. Ik vind dat het in gevaar brengen van de volksgezondheid, het moedwillig in gevaar brengen van de gezondheid, dat kan en mag niet straffeloos gebeuren. Dus dat is het ene. En het andere is iets wat sinds, althans mei vanmorgen, onder ogen is gekomen. En wat ik bijzonder smakeloos vind. Ik vind het het laagste wat ik in maanden heb gezien. En ik kan me niet voorstellen dat iemand dat doet. En dat is mensen die overleden zijn aan COVID en in witte lijkenzakken in een container zijn, omdat er werkzaamheden plaatsvinden. Het is een momentopname. Maar geen enkel doel, is het politiek, is het voorlichting, is het bewustwording, rechtvaardig dat je zo omgaat met het leed van mensen. Geen enkel doel. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. We zijn een kleine gemeenschap. Je ziet waar die container is, je ziet ook, er is zelfs vermeld waar die container staat. Dus het is voor betrokkenen, geliefden, is het niet moeilijk om te achterhalen dat waarschijnlijk een van hun geliefden daar ligt. Ik snap niet dat je het niet in je hoofd haalt, omdat je er niet van weerhoudt om het te openbaren. Ongelooflijk. Een stap in de richting om goed antwoord te geven op de vragen van de Caribbean Financial Action Task Force. Zo verwoordt meester Roy Bajanat Pandey de installatie van de Raad Internationale Sancties. Deze werkarm is op donderdag 28 oktober 2021 door president Chandrika Persat Santokhi benoemd voor een periode van 3 jaar. Middels richtlijnen van de Raad zal handhaving plaatsvinden van de VN-resoluties om terrorisme en financiering hiervan tegen te gaan. Meester Bajanat Pandey vertelt de Communicatiedienst Suriname het volgende. De Raad Internationale Sancties is een werkarm van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar omdat de president het buitenlands beleid richtlijnen daarvoor geeft, heeft de wet die deze raad noemt aangegeven dat bij presidentieel besluit deze raad in het leven wordt geroepen. Dus dat is vandaag gebeurd. En de raad is een samenstelling van personen komende uit instituten van Suriname, ik noem er een paar, de Centrale Bank van Suriname, de FIU, dat is het meldpunt ongebruikelijke transacties in Suriname, het Openbaar Ministerie, Bureau DNV, directoraat moet ik zeggen, Nationale Veiligheid en Buitenlandse Zaken zelf. Nu is het zo dat de noodzaak van deze raad voortspruit uit het gegeven dat de Verenigde Naties een aantal jaren terug bij resoluties van de Security Council van de VN besluiten heeft genomen. Die besluiten hebben betrekking op het oproepen van landen om organisaties en individuen die zich bezighouden met terrorisme en de financiering van terrorisme om die aan te pakken. En zo heeft Suriname wetgeving op de eerste plaats gecreëerd. Daarna het instituut van de Raad in het leven geroepen. En middels richtlijnen van de Raad zal die handhaving plaatsvinden van de VN-resoluties.
En de vraag is, wie ziet erop toe dat Suriname ook doet wat is gevraagd door de VN? Nou, daarvoor worden periodiek evaluaties gehouden. En een van de komende evaluaties is van de Caribbean Financial Action Task Force, waarvan de planning is om de evaluatie te houden eind februari 2022 naar 11 maart 2022. De Raad heeft dat als opdracht meegekregen, en dat staat ook in hun instellingsresolutie, om uitvoering te geven aan het standpunt van de regering tot implementatie van die resoluties van de Verenigde Naties Veiligheidsraad, die erop toezien om individuen en organisaties die zich bezighouden met terrorisme en de financiering daarvan, zo die landelijk in Suriname aanwezig zijn, om die aan te pakken. Door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken zal de Raad constant overleg hebben met de minister om regeringsstandpunten te verwerken voor uitvoering. En zo zal de route ook zijn voor informatie naar de regering, zeker het staatshoofd, namelijk door tussenkomst van de minister Wiebes. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd werkt aan nieuw jeugdbeleid. Bij het aantreden van de huidige leiding is er geen jeugdbeleid aangetroffen. We hebben niets kunnen vinden van de richting waar we naartoe moeten, zegt minister Reshma Kuldeep Singh. Zij informeerde de media tijdens een persconferentie op vrijdag 29 oktober 2021. Het heeft tot nu toe veel energie gekost om het nieuwe beleid op papier te zetten, zegt de bewindsvrouw. Het is namelijk zo dat het ministerie, dat de verschillende directoraten en onderdirectoraten een koppeling met elkaar hebben. En ze zijn aan elkaar verbonden en ze zijn betrokken. Wat er gebeurt, kijkt u, wij willen een heel ander jeugdbeleid hebben. Ik mag u dit zeggen, dat toen wij het ministerie overnamen, is dat er helemaal geen jeugdbeleid was. Er was niets op papier, we hebben niks op papier kunnen vinden in welke richting we willen opgaan. Dus ik kan u zeggen dat het heel veel tijd en energie heeft gekost, ook samen met de nieuwe directeur, mevrouw Mangru, en de nieuwe directeur van Nationale Jeugdinstituut, om het beleid weer helemaal op papier te zetten. En we willen een ander beleid gaan voeren. De vraag was hoe het staat met de gelden van de zinvolle vrije tijdsbesteding. Ik ga u zeggen, het is vorige week goedgekeurd. De mensen zijn nooit uitbetaald geweest. Ik heb hem vorige week kunnen goedkeuren in de raad. En de mensen, zodra de missieve uit is, worden de mensen uitbetaald. Dat is een van de dingen. En kijkt u, wat het ministerie gaat doen, is dat we niet meer met spelletjes zullen komen naar de buurten. We gaan niet meer een mensen bezighouden als het ware, maar we gaan mensen ontwikkelen, we gaan jongeren ontwikkelen, we komen veel meer, die zinvolle vrije tijdsbesteding gaat meer zijn het ontwikkelen en scholen van die jongeren, het bijbrengen van trainingen, van leiderschap, van verandermanagement, maar op een kinderlijke manier, een spelender wijs, bijbrengen van wat is leiderschap, hoe gaan we om met veranderingen, wat is ethiek, hoe communiceren we. En daar willen we naartoe gaan. Vandaar dat we dit jaar ook vanwege COVID hoor, hebben wij gemeend om niet te beginnen met dit soort dingen. Want je kan geen jongeren bijhalen in grote groepen om bij elkaar te komen om deze jongeren in gevaar te brengen vanwege COVID. Dat is een van de dingen. NJA, moet ik zeggen, jongerenaangelegenheden is ook al bezig. We zijn nu met tienermoeders bezig. Wat we gaan doen is deze tienermoeders zoveel als mogelijk, en ook tienervaders hoor, niet alleen die moeders, maar dat we de jongeren die jong ouders zijn geworden, dat we deze jongeren weer terughalen in de maatschappij. En dat we deze jongeren weer de kans geven om naar school te gaan of een vak te volgen of iets voor zichzelf te doen. Daar gaat het jeugdbeleid naartoe. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Een fijn weekend toegewenst. Goedenavond.